Ja, van het is bijna zover. Wat dan? Gewoon misschien? Oh, heb je iets georganiseerd? Hadden we dat toch niets georganiseerd? Maar niemand weet van iets. Niemand weet van iets. Nee. Niet luisteren. Wat is naar waar? We willen een geheim vertellen voor deze mensen. Ja, wij hebben een geheimtje. We zijn klaar. Alles staat klaar. Die accu's staan op 32 graden. Oei. Ja, het is koud. Drie graden bij. Er zijn drie graden bij me nog. Maar het feestje moet nog beginnen. Komt goed. Dus ik denk dat het gepast zal zijn, maar het gaat donker zijn, denk ik. Dus ik denk gewoon de verlichting moet allemaal, dat komt allemaal goed. We hebben verlichting geïnstalleerd. Ik had niet verwacht dat het spel werd, hè, Jacuzzi. Als... Niemand gaat dat weten. Maar nee, het is wel dat. Zullen ze het nul maar niemand, zou niemand geen vermoeden hebben? Goh, we hebben dat gedaan op het moment dat niemand dat zag. Goed, we gaan afsluiten, maar straks gewoon... Het is bijna zover, hè. We zijn een volle voorbereiding. Wat heb je gezien? Het is al een moeite hier. Allee, ik raak niet dood, het is niet gordijn hier. Hup, voilà. Wow. Hey, zie dat, denk ik. Dus straks gaat het feest beginnen. Oh, die kaarsjes, de max. Oh, de max. En kijk, daar zit stofje zitten. Oeh, dat is zo. Heeft iemand de... Heeft dat dan? Ja. Ah. Moet je eruit bij doen. Straks gaan ze hier buizenkoeken op bakken. Ja, kijk. Ken je dat? Kijk, deze is ook al klaar. Het is een recept van vroeger. Er werd vroeger heel veel gedaan. Het zal echt nostalgie zijn. Echt waar. Zie je het zitten? Ja, hè. Ja? Zie je het gij zitten? Zeker. Ja? Ah, oh, dat is waar. We gaan direct aan beginnen. Wauw. Ja, dat is van onderop. Oh, dat is onderop. Amai, hoe leuk is dat? Ja, moet je mogen. Wauw. Wat dan maar een volledig gewoon vind. Nu gaan we een keer iets laten doen, hè. Wat, hè? Op de familie, op de... Warmte van heel de familie en op de ja, hoe moet ik het zeggen, standvastigheid van iedereen. Hè, dat we, ja. Ze wisten het allemaal ook hoor. Op de familie! Yo. En het kasteel! Santé, en ik kom heel meteen. Ik kom heel meteen. Het feestje zit al in een redelijk verder stadium hier. Goed, kijk. Het is echt vet. Wat vet is dat? Van welke? Van een varken zeker? Ja, van een varken. Van een varken. Dat is het deeg. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde zoals pannenkoeken. Maar wat is het verschil met een pannenkoek? Oh, dat is met gist erin. Dat is deeg met gist. Die moet een uur of twee rijzen. Mm-hmm. En dan heb je de smaak van dat vet van de varken. En heb je natuurlijk de gezelligheid van de Leuvense stoof. Kijk, ondertussen hebben we een nieuwe lading. Een nieuwe lading. Met z'n open doen dat die te dik is. Hopla, en schoon de pannenkoekje. Hier eentje. Het is veel belangrijk dat je stoof super goed brandt. Voilà, bij deze uitleg van de buizenkoeken, maar het feestje is hier tot nu toe zeer geslaagd. Yeah. Is geslaagd? Yeah. Wat wij zo graag hebben, dat ja, als de buizenkoekjes op zijn, dat jullie een keer meegaan met ons. Goed, wij hebben een verrassing. Hier is toch goed, hè? Ik is reuze gast. Oh my god. Ah, ja, die damp. Oké, godverdomme, smerla. Oh, dat is echt supercool. Oh, en warm water. Ah. En je hoest even erin te gaan, hè? Oh, ja, ik wel, zeg. Hey. Is warm, hè? Ja, ik pijs dat je er wel een keer. Hallo, we zijn terug bij Chateau Plankaert. We zijn terug bij Chateau Plankaert vlog. Die borrels moet niet gewoon dat in. En kijk hier het resultaat. De verrassing, we hebben juist de verrassing onthuld hier. En iedereen is heel blij, want ze zitten bijna allemaal in de jacuzzi. Ik ben blauw blij. Er is natuurlijk de rest druk in wil, maar ja, ze worden hier rap genoeg. Er is geen plaatsnemer. Maar de verrassing is supergoed gelukt. Hé, Loenen? Ja, hè? Supergoed. Ja. Wacht, hè? Voilà. Dat was de vlog? Dat was de vlog. Oké, daaaaaai!